De ene zal gevoeliger zijn voor het verdwijnen in een online loophole dan de ander. Maar ik denk dat wat, tenminste als je het ook hebt bijvoorbeeld over jouw eigen ervaringen met het kijken van moedervlogs en zo, is dat het ook erg te maken heeft met het beeld dat we van onszelf hebben. Bijna niemand, denk ik, zal makkelijk praten over dat hij heel veel YouTube-filmpjes kijkt. Of dat hij eigenlijk gewoon uren per dag op Instagram zit te scrollen. Omdat we dat toch een beetje ervaren als vies. En een guilty pleasure. Het zit al in de term. Het is schuldig. En we willen dat eigenlijk niet laten zien. Terwijl ik denk dat het iets is wat, ja, zeker mensen van onze generatie eigenlijk heel erg veel doen. En wat eigenlijk ook helemaal niet erg is. Het hoort erbij dat je als mens gewoon manieren zoekt om je af en toe echt even te verdwijnen. Dus dat is een beetje wat ik me afvraag. Hoe erg is het? Dat vind ik een goede vraag. Hoe erg is het eigenlijk? Want maakt het uit of je contact hebt via je telefoon met iemand of in het echt? Is daar onderzoek naar gedaan? Of dat iets anders bij ons doet, bij ons mens? Nou, ik denk dat wat jij benoemt, hè, die positieve kant, is ook heel erg aanwezig. En ik denk dat het ook wel klopt dat heel veel mensen daar heel veel plezier uit halen. En ook, ik heb dat zelf ook, contacten leggen die je anders nooit had gelegd. Dus er zit iets heel moois in ook om verbonden te kunnen zijn met de hele wereld. Het lastige daaraan wel is dat je misschien wel het gevoel hebt. En dat zie je ook in studies terug. Hè. Jongeren zeggen, ik maak best wel vrienden via Facebook of via Instagram. En dat is ook een belangrijk component ervan. De andere kant van het verhaal is dat juist social media, zoals Instagram, zoals TikTok, je juist minder sociaal maken. Ja, en ook eenzamer doen voelen. Omdat het je namelijk weghoudt bij de dingen die je in de echte wereld, om het zo maar te zeggen, samen doet met andere mensen. Dus je hebt misschien wel het gevoel, ik ben verbonden. Al weet ik niet of dat altijd zo is. Ik denk dat dat zeker niet altijd zo is. Maar uiteindelijk houdt het je weg bij echte contacten leggen in de echte wereld. Hoe oudbollig dat ook mogen klinken. En ik denk, we zien dus ook wel terug dat juist sinds de komst van sociale media. Dus het interessante is, er zit een enorme, als je kijkt over jaren heen naar mentale gezondheid, naar depressie, naar angst, naar eenzaamheid, naar eetstoornissen, dan is dat redelijk gelijk. Ja. Tot ongeveer 2012, waarin er een enorme spike in zit. Zeker onder jonge mensen. Ik zou zeggen, de enige verklaring die daarvoor is dat dat het moment was dat ook alle jongeren aan een Facebook-profiel gingen. Dus het doet echt wel iets met je mentale gezondheid. En ik denk persoonlijk dat dus ook veel te maken heeft met hoe meer je met je telefoon in je eigen wereld zit, hoe minder je daarbuiten bent. En we weten ook uit onderzoek dat de dingen die je zelf met je scherm doet, die zijn of neutraal voor je of maken je iets ongelukkiger. De dingen die je buiten doet, pratend met mensen, activiteiten ondernemend met mensen, die maken je juist gelukkiger. Dus ik denk dat daar wel degelijk iets in zit. Los van dat het ook een hele mooie tool is om wel contacten te leggen met mensen. Zou ik hier ja, even heel graag. Heel graag, Doortje. Want het leek misschien dan net alsof ik een soort van positieve twist wilde geven aan het sociale media verhaal. En een soort van positief beeld heb van nuance. De wereld. Dat is niet zo. Het ding is alleen dat ik merk dat mensen heel snel naar sociale media wijzen. Ook in het werk wat ik doe, krijg ik heel vaak de vraag, ook bijvoorbeeld als het over influencers gaat, van ja, maar die zijn toch heel ongelukkig. En sociale media maken ons toch super ongelukkig. En we zijn toch allemaal super eenzaam nu met onze telefoon. En denk ik, ja, waarschijnlijk zijn we inderdaad super eenzaam. En waarschijnlijk zijn er ook influencers die heel ongelukkig zijn. Maar ik denk niet dat sec komt door sociale media. Dus je bent heel genuanceerd. Je zegt, nou ja, en ik denk ook dat het interessanter is om te kijken, niet per se van wat doet sociale media met ons, maar waarom hebben we sociale media? En waar komt het vandaan? Nou, ik denk dat we in een samenleving leven die al decennia lang steeds individualistischer wordt en steeds meer draait om meetbaar succes en om het soort van vermarkten van jezelf. En dat sociale media daar een soort uitgelezen tool voor is. En dat het een heel logisch gevolg is van processen die al heel lang aan de gang zijn. Ik denk eigenlijk al vanaf de jaren 50 of zoiets. Individualisme, kapitalisme, ja, het maakbaarheidsidee. Ja. Je eigen geluk creëren. Tuurlijk, en ook zelf verantwoordelijk zijn. En dat is nu natuurlijk ook weer
dat zie je ook weer in dat jij je bijvoorbeeld schuldig voelt als je veel naar moedervlogs kijkt. Dat je denkt, oh, ik zou hier echt iets aan moeten doen, weet je wel. Helemaal overal af. Ja, ja precies. Ja. Jij gaat dan van sociale media. Terwijl je ook kan denken, waarom heb jij het gevoel dat jij dat weer in je eentje moet gaan oplossen? Nou, ja, want waar eindigt het dan? Ja, dit vind ik een goede vraag, ja. Want jij voelt je niet... Want jij kijkt ook wel eens een vlog. En jij voelt je... dat jij voel me daarna ook heel goor. Maar is een vlog. Nee, maar dat... Ik heb wel het gevoel dan van... Ja, maar dat is niet... Ja. Heb jij dan niet... Heb jij wel eens een vriendschap gevoeld voor iemand die je volgde? Die ik volg? Nou, nee, niet per se. Ik had wel laatst... Ik kijk dan best veel Emma Chamberlain, een Amerikaanse YouTuber. En die... En ik had ook tijdens corona een periode dat ik vrij veel naar soort kookvideo's keek. En toen vertelde opeens laatst Emma Chamberlain dat ze die kookvideo's keek die ik dus had gekeken. En toen had ik wel een soort van het idee dat twee vriendinnen van mij zonder mij hadden afgesproken, zeg maar. Maar... Dat gevoel. Maar ik denk ook dat heel... Weer, ik begrijp dat wel heel goed. Want ik denk dat we gewoon in een tijd leven waarin vriendschappen onderhouden al best wel moeilijk is met wat je allemaal op een dag al moet doen. En dat het heel lekker is om een soort synthetisch vriendschapsgevoel te krijgen van een vlogger of een YouTuber. Wat jij heel mooi zei tegen mij is, op het moment dat je je telefoon aanzet, krijg je meteen die bevestiging. Ja. Er zijn appjes. Je kunt iemand opzoeken. Nou, en het is een eenzijdige vriendschap in die zin. Van je leeft met iemand mee. Diegene kent jou niet. Nee, maar ja, dat boeit ook niet echt. Want jij weet wel alles van diegene. En daar krijg je wel even een soort... Ja, ik kan me voorstellen dat je daar het rustgevende gevoel van het gesprek met een vriend van krijgt. Ja. En dat is natuurlijk... het heeft natuurlijk iets heel treurigs. Op een gegeven moment... Ik heb wel eens gelezen dat mensen in Korea... zijn mensen zo hard werken en zijn zo eenzaam... dat ze dus nooit met mensen kunnen eten. Ook misschien omdat ze geen geld hebben om uit eten te gaan. En dan kijken ze dus altijd op YouTube naar mensen die eten terwijl ze eten. En dat... vond ik dat een heel treurig idee. Terwijl ik denk eigenlijk dat we daar... allemaal, of de mensen die sociale media consumeren, in hun consumptie misschien niet zo heel ver vanaf zitten. Ik vind het interessant, Doortje, want je bent heel genuanceerd in hoe je het schetst. En toch is het is een interessegebied. En je bent nu ook bezig met een boek over digitale verslaving. En toch zeg je, ja, maar het is menselijk en het is helemaal, hè, ik begrijp het. En het is die synthetische stam en het is, hè, het is de genotsknop, hè, ja, ook jouw woord. En het is een manier om toch dat contact te voelen in een overvolle, drukke wereld. Terwijl Thijs zegt net, we zijn 2 uur gemiddeld per dag met social media bezig. Als we als we dat nou niet zouden doen en we gewoon zouden gewoon naar het park gaan en elkaar ontmoeten. Ja, misschien is dat een heel gek idee. Of naar het café, wat nu dus nu niet meer mag, maar tot 8 uur wel. Zouden we daar dan niet veel meer bevrediging uit halen? Ja, maar er zit ook een soort idee toch van, als we allemaal van social media af zouden gaan, dan zouden we ineens allemaal staan frisbee in het park. Ik denk gewoon niet dat we dat dan zouden doen. Maar Thijs, er zijn onderzoeken geweest van jongeren. Er zijn best wel onderzoeken geweest die zeggen dat een van de beste dingen die je kunt doen voor je mentale gezondheid is van Facebook afgaan. Ja, want er zijn ook jongeren in Amerika, daar heb ik een onderzoek gelezen, die gingen voorheen 3 keer per week uit en nu gaan ze nog maar 1 keer per week uit en hebben veel minder seks en hebben veel minder eigenlijk, vinden dat contact veel moeilijker. Ik vraag me af of dat inderdaad alleen aan sociale media ligt. Want ik denk, ja, stel we zouden inderdaad van sociale media afgaan. Nou, ik zit niet 2 uur per dag, denk ik, op sociale media. Maar ik doe wel zeker 2 uur per dag andere dingen, al dan niet op een computer, die enorm stressverhogend zijn. Of het nou is, bezig zijn met werkdingen of eigenlijk vooral werk. Ik denk dat we zijn constant bezig met onszelf te meten en onszelf te profileren en onszelf online of offline te manifesteren. En of je nou wel of niet een influencer bent, bijna niemand die in deze samenleving meedraait, is immuun voor, denk ik, die vorm van stress. Dus of je nou, ja, dan kan je van Facebook afgaan, maar dan krijg je wel weer stress van je Slack, weet je? Ja. Hoe kijk jij hier naar, jullie, als jij dit zo aanhoort? We hebben jouw verhaal net gehoord.
Gewoon persoonlijk, ervaar jij, je hebt een Instagram-account nu, ja, met hele mooie kunstzinnige foto's van en door jouzelf. Ja. Hoe vaak druk jij op de refresh-knop eigenlijk als je een foto hebt geplaatst? Als ik hem heb geplaatst elke 5 seconden, dan ben ik echt gestrest. Dan ben je echt gestrest? Ja, daarom post ik ook maar 1 keer in de 3 maanden. Omdat ik dan gewoon echt alleen maar aan het refreshen ben. En ik post ook eigenlijk liefst voor het slapen gaan. Zodat ik dan mijn telefoon weg kan leggen. En klaar mee. En dan kijk ik wel als ik wakker hoeveel likes ik binnen heb gehaald. Maar ik ben gestrest. Ja, ik ben om de 5 seconden aan het refreshen. Maar daar ben ik ook wel heel open en eerlijk over in mijn captions. Ik zeg het er gewoon bij. Herkent iemand dit? Dat je een foto plaatst, dat je continu bezig bent met... Wat komt er eigenlijk uit? Wat vinden mensen dit leuk? Ja. Ja, Amanda sowieso. Ja. Mag ik nog iets toevoegen? Heel graag, ik geloof dat ik nu net de indruk heb gewekt dat de enige manier waarop je mentaal gezond kunt zijn in deze wereld is van alle social media afgaan. Dat denk ik niet per se. Ik denk dat het in principe ook mogelijk kan zijn om de goede kanten ervan mee te nemen. Zonder dat je in de molen terechtkomt die negatieve kanten veroorzaakt. Hoe doe je dat dan? Kan je ons daar wat over geven? Nou ja, ik moet je zeggen, dat is voor mij ook een beetje een struggle. Want de enige manier waarop ik op een goede manier met Instagram kan omgaan... is... Ik heb een wekelijks column. Dat is hetgene dat ik post op Instagram. Dat kan ik alleen doen als ik elke week de app van Instagram opnieuw installeer op mijn telefoon. Alle toegang geef, dat ding... upload en dan ook die app tegelijk van verwijderd. Als ik dat niet doe, dan ben ik binnen een halve dag ben ik weer de hele tijd. Ben jij ook de hele tijd bezig? Refresh, hoeveel mensen vinden dat dan leuk? Nee, dat niet. Nee, maar dan ben ik gewoon weer meteen aan het scrollen. Ja, ja. Dus ik ben gewoon andere stories aan het kijken en dat gebeurt meteen. Ja. Dus ik zou zeggen, voor mij werkt het heel goed om dan zoveel mogelijk te proberen om alle sociale media dingen vanaf je browser op je computer te doen. Want er zitten een aantal hele gemene functies niet op die je op je telefoon wel hebt. Ja. En wat voor mij ook persoonlijk werkt, is een soort kinderslot voor mezelf installeren, waarop ik maar 1/2 uur per dag kan scrollen. Want zelfs ik, en ik ben maar super bewust van de gevaren hiervan, zoals je net al hoorde, zelfs ik heb dagelijks dat een deel van mijn brein meer social media content wil dan ik eigenlijk zelf zou willen. Maar ik denk dat het best wel mogelijk is om er op een gezonde manier mee om te gaan. Als je, wat Larissa net al zei, als je in de zekere zin de grenzen voor jezelf kunt opstellen. Als je in ieder geval zorgt dat er delen van je leven niet de hele tijd gemedieerd worden door je scherm. Maar dat vereist wel dat je daar ook zelf actie voor ondernemen. Want die dingen zitten automatisch afgesteld op zoveel mogelijk notificaties en zoveel mogelijk signalen. Wie vindt dat hij te veel op social media zit? Nou, het is best wel wat. Ja.